Ik ben Noah. En ik ben Loek. Wij gaan vandaag een kijkje nemen bij het wakeboarden op jeugdvakantieland. Hopelijk mogen we ook meedoen. Ik ben Noah. Wat weet je allemaal over wakeboard? Het is best moeilijk om te wakeboarden. Het heeft twee wieltjes. Deze mevrouw weet er wel wat meer over. Zij kan het ook beter. Wat weet je er dan over, mevrouw? Ik weet alleen dat ik vooruit ken. Je moet zeg maar voorstellen dat je kan surfen op straat. Kunt u het ook zelf? Ja hoor. Wat doen jullie hier vandaag? Dat het een beetje netjes gaat en dat kinderen ieder eerlijk een beurt krijgen. We houden ook in de gaten dat wie het wel of niet kan. Helpen, dus het via de hek wel kunnen. Wat ga je vandaag doen? Waveboarden. Oké, kan je het dan een beetje? Ja. Waarom vind je het zo leuk? Omdat het nu een beetje in is en iedereen gaat erop. Hoe lang heb je erover gedaan om het te leren? Een half uur. Oké, kun je beschrijven wat waveboarden een beetje inhoudt? Je kan ermee wiebelen en het is best wel moeilijk. Wat heb je ervoor nodig? Voeten. Het staat op een bord met twee weefjes erop en dan moet je wiebelen en dan moet je het leren. Ben je wel eens gevallen? Ja, toen ik ging oefenen. Noah, wat ga je nu doen? Ik ga wezen. Oké, heel leuk. Kan je het al een beetje? Nee, ik ga het nu eerst uitproberen. Oké, nou succes. Vind je het spannend? Nee hoor. Noah gaat het nu een keer uitproberen. Heb je er een beetje zin in? Ja. Oké, ga het maar proberen. Hij gaat de manier gebruiken hoe je erop moet staan. Hij gaat vooruit. Oeh. Oh, en dan valt hij weer af. Wat vond je ervan? Nou, leuk. Oké, er komt net iemand aanvallen, maar dat maakt niet uit. Ben je van plan om het nog vaker te doen of kap je ermee? Ja, ik kap er niet mee. Oké, mooi. Dit waren Noah en Loek. We hebben net geweest en het was hartstikke leuk. Heel leuk, maar wel een beetje moeilijk. Nou, tot ziens!